Ja, ik ga de deur nog even dicht doen. Ja, is goed. Hey, ik kom toch weer een keer. Ja, dat komt niet goed. Dus ik weet niet of dit is jouw bedoel. Ja, zeker. Zeker al. Thank you.
Each, me, some, she, go. 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 Each, me, some, she, go, rock, each, hatch. Each, me, some, she, go, rock, each, hatch. Each, me. Each, me, some, she, go, rock, shish, hutch. 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 Each, me, some, she, go, rock, she, touch.
Each, me, some, she, go, look, teach, touch, 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 reach, 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 me, some, she, go, look, teach, touch, each, 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 me, some, she, go, look, teach, touch.
foi um pouquinho lá nessa pergunta. Obviamente, a questão. And let him be out of the sun. H, D, Sam, Chi, Go, Rock, Sitch, Hatch, H, D, Sam, Chi, Go, Rock, Sitch, Hatch, H, D, Sam, Chi, and Stop. Tijdens het tellen zou ik eerst testen en dan leg ik mijn vinger op de zere plek. Ja. Dus daar komt ie. Each, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch. Each, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch. Ik zal eens proberen na te doen wat ik zie. Het is gewoon dit gebeurde. Ietsje te ver uit mijn centrum. Precies, er zijn een aantal dingen. Het centrum gaat te ver naar voren en te ver naar achter. En ook vergeleken met je bovenlichaam zit opeens hier je centrum voor je bovenlichaam. En hier komt het wel weer recht. Beetje zo. En bij elkaar zie je dus dat hier zit speling in je centrum. Oké. Speling in je lager. Maar eigenlijk zorgen dat dit minder gaat bewegen. Ietsje, nee, sam, she. Go, rock. Zie je, een klein stukje heen en weer. En ook niet meer dit, zeg maar. Oké. Dus vooral uit het centrum. Ja. Dus hier is je centrum. Hier is het centrum. En boven gaan we rust daarop. Is dit allemaal wat zwaar? Je kunt dit allemaal leeg. Je kan op je centrum. Oké. Weer je centrum naar voren. Ja, naar voren. Ja, en nou minder ver. Als je naar voren gaat, buig je je voorste knie wat je achterste blijft gebogen. En achter. Dus naar achteren voelt een beetje alsof je zo staat, klaar met de boksen te gaan. Okay. Als je het zwembad in gaat duiken, dat je je achterste knie buigt. Ja. Dan krijg je achter en voor, achter, voor. En klein en nog klein. Naast je in het hulp verhaal. Each, knee, sam, she, neem het centrum. Go, lock, sheets, touch. Each, knee, sam, she. Go, lock, sheets, touch. Nog meer in het centrum. Nog meer? Oké, okay. Nog veel meer. Each, knee, sam, she. Go, lock, sheets, touch. Each, knee, sam. She, go, lock, sheets, hatch, each, knee, sam, she. Kijk je duw. En ik voel naar achter, trek je hem los. Okay. En dan komt hij weer. Mijn achter zit nog net zoveel. Each, knee, sam, she, go, lock, sheets, hatch. Solide, 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 solide. En stop. Die hebben we al naar voren. Hè? Die bokshouding. Ja. Mijn achterste benen niet zo goed zien, maar vooral bij de zijkant hier.
die naar achter gaat, zet, dat je dit. Sta ik ook nu, als je iets naar voren, zeg maar, boven je lichaam. Each, me, some, she, go, maar hier staat heel stevig. Het is niet een tussenvorm waardoor ik weer naar voren ga. Hier stevig, hier stevig, hier stevig. Each, ni, san, shi, go, rok, shich, hach, each, ni, and stop. Now you center. Yeah. Now you center. Ni, fan, pech, yeah. Center. Ja, dat is niet.
zien. Oh, even gezien. Oh, ja, ja, heel erg goed. En dan achteren test die je niet. Voelen van hij is, maar is het als je naar achter trekt? Of gaat het zo? Ja, dus dan gaat het niet de grond in, of zakt het zo door mijn been heen? Dus als je trekt, kan die kracht zo de grond in naar mijn been laten gaan. Naar de fysieke stand, gewoon eventjes. Weet je, dus dit. Maar wat zijn nou niets? Een ja, heel goed. Zoals kijk, ik ga dan een paar keer zeggen om als ik naar voren ga, dan is hij niet helemaal gestrekt. Als ik naar achter ga, zakt hij in. En dan heb ik hier dus een, die kracht gaat hier door mijn been naar de grond. Heel naar de grond. Dus als je nog een keer komt, je kan voelen als ik zo sta, zeg maar in een plan to boxen, dat die naar de grond toe gaat. Als ik het iets langer haal, als ik mijn been wat langer haal, ik kan het gewoon niet naar de grond laten gaan, zeg maar. Dan moet het meer een kantelpunt op. Ja, precies. En anders staat hij zo. Moet het toch zijn ontspanning? Of wordt het wel? Ik zak naar beneden, zeg maar. Ich, ni, sam, chi, go, rock, shich, hach. Vandaag heb ik ook hier wat points, zeg maar iets. Ja, het blijft wel laag, zeg maar. Ook hier is het wel. Ich, ni, sam, chi, go, rock, shich, hach. Is het echt een houding? Beetje naar voren gericht. Nou, als je dan van achter test, voel ik het, kan ik het zo naar mijn hiel laten gaan, zeg maar. Als ik iets meer naar achter ga, als ik mijn voorste been strek maar ik kan, die kracht kan niet daar naartoe, want ik ben al over dat punt heen. En dus achterste been, zou ik iets naar voren staan. Druk is als je wil, maar staan. Dus, zou ik de achterste been. Als je naar voren gaat, is je achterste been, strek je achterste been eens. Als je nou naar voren gaat, zover ga je niet. Buig hem nou eens iets, op je centrum terug en dan kom je tot die voorkant van het middenste derde. Als je nu naar achter gaat, zak je door je knie en je gaat iets voorover hellen. Zeg klaarstaan van, hey, als je zelf een box doet, nee, ik sta een beetje klaar. Ik sta klaar om me af te zetten, zeg maar. Ik sta klaar om te gaan wegrennen naar voren. Die hoek heb je. Als je nu nog iets verder naar achter gaat, dan voel je al van als ik nu achterover word getrokken, zou ik vallen. Ja. Nog een naar voren en zakken. Als je voorste, of je achterste knie is meer gebogen, dan voel je dat die kracht de grond in gaat. Voorste benen is iets voorover staan en gezakt. Actief. Dus bij wijze van spreken, je staat rechtop, wat benen zijn een beetje recht. En je startschot, vlak voor startschot, met schaatsen, kom je kruipt zo in. Je kruipt in, dus gaat rechtop staan. Je staat rechtop met je benen gestrekt. Dus, recht.
bijvoorbeeld. En dan komt het vlak voor het startschot, kruip je in, Yetzirah. En zo sta je met je achterste been, blijf zo staan. Ik heb het niet gezien.
En het gewicht dat verzamelt zich in het centrum. Het is een zwaar centrum. Als je dus bijvoorbeeld dan is het geen zwaar centrum. Ich, ni, san, chi, ho, ro, chich. Ook als je dus een techniek gaat doen en je doet bijvoorbeeld of je doet naar deze zwaar centrum. Je houdt zeg maar hier het centrum, je houdt steeds hier. Hou je net alsof je een dikke buik hebt, zeg maar. Dat is meer eten. En dan een lage, dikke buik. Gewoon continu. Gewoon continu moet je dat gevoel hebben. Dus, voor wat show een beetje. Met deze oefening bijvoorbeeld, video. Dat is wat je doet met de show een beetje. Dan zijn aantal met show een beetje. Sorry. Ja. Nee. Als ik nou aan ga dit doen. Of hij vandaan is dit. Gewoon een eindje. Vandaan. Yes. Mag ik? Centrum op. Ik heb wel een centrum hier. Ja? Ik ga niet bijvoorbeeld wat ik doe. Nog een keer.
Het is een beetje rigid, maar ik probeer iets even. Ja. Ja, het lichtje is omhoog, is het toch een? Nu niet. En ik kijk het verschil daar. Ja, ik val je aan. Is het een woord? Zo daar. Waar je?
Nu ben ik te hoog. En van hier, ja, daar, maar zo meer. Ja, deze. Ja, logisch. En de meeste al uit je centrum. Ja, dat is wel een beetje. Als je centrum gaat, dan is het spel al voorbij, zeg maar. Ja. Kijk, heel onschuldig, maar. Ja, dus als je aankomt, komt aan. Ik doe dit. En dit is ook heel zacht. Mijn knie gaat langer boem daar naartoe. Als ik hier tegen een druk ga, dan wil ik hier. Naar het centrum. Ik ga niet naar hem toe. Ik heb alleen mijn handen hier. Want... Dus ik ga niet. Nou zit al die kracht tegen mij aan, zeg maar. Hij zit al vol gewicht tegen me aan. Dat voel ik eigenlijk niet. Zeg maar. Ja, precies. Ik stond er klaar voor, hè. Hoe? Dus als hij komt. Die andere heeft er veel lacht, dus. Hij heeft veel zin gebracht. Kie gaat omhoog, hetzelfde als hem. Kan je dus die kant op stappen, maar ook de andere kant. Vaak genoeg ook niet het verlengen van die arm. Dat is wel het begin. Ja, niet weer. Nu staat het helemaal muurvast. Ik ga aan het begin van Thank you.
Graag in de techniek. Goed, gecentreerd. Lekker hoog. Zeg maar. Dit is gewoon. Ah. Maar toch zie ik wel dit. Ja.
Nou, ik weet een beetje, nou wordt het steeds gekker natuurlijk, ja, ik ben nou dreef, dus ik voel het nou echt dat je alsof je vol afzet met één been, dan zit je vol met een ander been, weet je, zoals schaatsen, zeg maar. Moet maar eens kijken als ik, dus hij komt aan als aanval, en dan zet ik hier af. Komt die ander, derde, ja? Ik ben niet met zijn armen bezig. Ik wil even echt vanuit de grond. Deze is zijn achterste benen. Ja. Zijn ze heeft het ook wel eens uitgelegd. Dat hij echt zegt van... Als je gaat rennen, zet je af van je wiel. Zo ren je naar voren. Zo vaak ga je zo rennen. Ja. Zie je. Hier, dan ga je. En dan komt hier overheen, kan ik hem hier doen. Mijn centrum valt over dat punt. Dan komt hij aan. Ik ben niet zozeer met die arm bezig, maar ik val dat het vanuit de grond. Ik haal steeds vanuit de grond, haal ik die beweging. Mag je nog als de soepel voorlangs zien? Laat het ook een beetje in deze moment hebben. Oera? Oera, ja. Aan. Ja. Ja. Ik snap het. Ja. Ik kom zelf ook niet zien. Is. Die is goed tegen me. Er zit hier niks in. Die nog eens. Doe weer zo. Boog. Afzetten. Dan gaat je centrum over je. Over het punt kan je weer die afzetten. Ik ga allemaal weer opzagen, maar we gaan echt eens even proberen. Weer echt iets te doen. Ja. Daar. Dat is een beetje krom, hè? Ja, wat zijn ze gebaar?
Toef je erbij. Dan kom je te koken. Ja. Dat is eigenlijk niet zo. Nee. Ja, het is hier niet echt vanzelf voor. Ja, een zinnetjes komen. Ja, dat is een vraag. Doe maar wat. Ja, ik denk dat ik hier meer mee bezig ben. Ja. Ik kan weer niet wel lastig. Ja. Ja, ik heb nog geen spelers. Nee, het is goed. Het is mooi om te voelen, weet ik het terug. Nu ben ik eruit. Niet gecentreerd ben, dan heb ik zo'n kracht tegen me, krijg ik niet erheen kom. Dat gaan we veel meer verkleinen. Dus dat is Joko Munici. Ja, precies. Kom je aan? Ja. Nee, blijf gecentreerd. En zonder zorg. Ja. Eigenlijk wil ik nog soepeler doen. Dus als je aankomt, dus blijf gecentreerd. Ja. Dit leeg centrum en dan weer terugkomen en dan leeg centrum en dan weer terugkomen. En dan is het steeds vol. Ja. Ja. Houd het even aan. Ja, centrum. Yeah.
niet zozeer dit. Als je draait is het hier, dat is met je zwaar. Je moet niet zelf achter je. Ik ben nog steeds fijn. Zijn we doorgeduwd? Yeah.
Ga staan, dus weer boven mijn voet komt, dat die hoek niet gemaakt kan worden. De kracht zo gaat in plaats van zo, naar mijn hiel, zeg maar. Als hij nu achteruit trekt, kan het gewoon niet houden, mijn voet staat niet handig. Hier staat, je duwt naar achter, dan gaat hij gewoon, mijn voet gaat de grond in. Wat je hier doet, opzij staat een klein stukje, goed centrum houden. Niet hard, dat was zo weer. Zijn hier, is het achter.
wedstrijd zo bieden. Dat moet toch gaan. En nu zo staat ook iets anders. Steeds om mijn huidige been geraakt of zo. Steeds goed zwaar zetten. Steeds goed weer het gewicht in het zicht. Dan gaan wij naar de eerste stukje doen. Zo lijkt me carry. Ja. Zij is ook niet verder dan dit. Ja. Het gewicht van mijn tandem dat gaat hierin. Dus wel voorzichtig zijn, geen brute. Domme kracht in allerlei gevaarlijke richtingen gewoon. Laat ik die stap pakken. Ik wil het laten zien. Hier. Langzaam. Vooruit. Dan moet die hand hier. Hier. Nou, niet in één keer bijvoorbeeld vol in gewicht, maar wow, zo is het erheen drukken. Dat is allemaal niet nodig. Dat is hier. Zwaar zin, ik heb hier vast. Dan ligt naar mijn centrum, denk ik. Hier moet doen. Ja? Voelt dit hard? Nee. Ik heb hem gewoon duidelijk vast, maar niet hard. Niet hard, zeg maar. Voelt gewoon solide. Misschien moet ik weer op te staan. Ik zou Ik heb wel goede handen. Ja. Ik hoop niet verder. Yes. Yep. Yep. Ja, vooral hier mijn werk. Mijn armen allerlei dingen doen. Echt de allerlaatste. Echt de allerlaatste. Hier. Centrum. Centrum. Ik werk er niet. Alleen de huizen zijn. Leuk. Ja, goed, ik weet het. Maar ik wil dat niet. Ik ben niet zo. Ik heb een modder. Ik heb een modder.
Het mogelijk maken voor mij. Kijk, dan weer naar achteruit. Ja. Ja, to je každý má. Pojďme do toho. Tussendoor of dat het helemaal leeg is. Dat was zo ontspannen mogelijk. Hè? En relaxed. Dus hij komt aan. En relaxed. Ja. Blijf voor gaan zetten. Dat kun je staan. Dus ik ben eigenlijk wel heel zacht bezig. Maar wel goed. Ik heb wat in mijn centrum zetten. Dank je wel. Mijn eigen centrum steeds gedekt. Ja.
gevoel van net, van hé, het is allemaal geworteld hierin. Het is niet dat het eens loshangt, zeg maar. Je zit geworteld in je centrum. Het is naar mijn centrum. Naar mijn centrum. Centrum. Je ziet het, hè? We moeten echt gaan spelen met de riemen tegen hem. Zo gaat het helemaal leuk, maar het doet wel veilig. Begin gewoon zacht en rustig. Ik zie ook los van de rij. Oh. Ja, zeker. Ik mag zien. Oh ja, hey. We zijn wel een grap. Ja. Maar rustig dan. Even gaan. Weet je,
Nou, aan mij is het nog niet, maar... Ik weet wel, ik dacht niet. Hij zit er niet. Nee, wat spelletje. Nou, dat was niks. Then very heel luchtig. Ik zal het daar Hier.
hier. De bewegingsruimte zat hoef niet meer te doen. Centrum, doe wat ik net deed.
handen gaan hier, hè? Ja, dus dat is het niet. Maar, je voelt het bekkenbodem. Vanzelf is dit echt het midden van jouw arts, dat kan niet anders. Het is helemaal het midden geworden, dus hoe jij ook beweegt. Dan spring je te ver, maakt niet uit, je bent altijd gecentreerd. Pas als je dit loslaat. Thank you.
Okay, thanks. Inspanning is dat zeg maar hier is het minder en meer hier optimaal. Ja. Minder. Ja. Dat centrum en dan de rest is meer ontspannen naar buiten toe. Bijvoorbeeld als je dit doet, dat is ontspannen. Nu gaat het zeg maar tot hier is de spanning. Mm-hmm. Ja, dus het is wel goed om dan als je activiteit voelt dat het wel in het centrum is zeg maar. Is dit nou de manier waarop je moet oefenen en zou beter worden dat je op het laatst zo beweegt? Zou ik niet zeggen. Het zou mooi zijn als ik wat constanter ben en dit lang zou blijven oefenen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Dan gaan we veel hierin zitten. Ja. Maar het gaat om de ervaring die je net had. Net had je die ervaring dat het soms helemaal vast zat in je bekkenbodem. Dat je iets doet vanuit je centrum. Het is daar natuurlijk. Niet zo. Ja, het komt vanuit hier, komt hier buiten, ja, en dan gaat hij zo naar buiten. Ik voel hier die activiteit, zeg maar. Dan kan je altijd oefenen, als ik het niet uitleg, kan je het gewoon eens in je achterhoofd houden. Je hebt het een keer ervaren. Waarschijnlijk al meer, maar nu een keer op deze manier. Oké, dan doe ik het wel. Ja, ik vind het contrast helemaal niet juist, omdat je nu zo heel sterk bent. Dan merk ik daarna verschil op. Veel sneller wanneer ik uit mijn centrum begin. Mm-hmm. Ik merkte heel erg met de tank aan gemaakt. Dan voel je het gewoon ineens omhoog gaan, want het was daarvoor zo sterk. Mm-hmm. Dan gaat het wel echt goed. Goed, ja, vond ik het goed. Nee, het is een element wat bij jou altijd passiever is als je techniek uitvoert. Dan kun je een beetje oefenen en dan kun je dat beter benoemen waar het dan vandaan komt. Ja, precies. Ja, precies. Carry inspireren. Dan zag ik beginnen, probeer ik iets wat ik voel, probeer ik over te brengen. Ja, ja, uiteindelijk ontstaat dit eruit. Hopelijk altijd een beetje. Ja. Dat wel soms het gevoel, zeker in het begin, die, ja. En dat is echt wel een heel erg haikikai-achtige, en waarschijnlijk beter dan zeer slecht, zeg maar. Ja. Ik kreeg wel dat gevoel, zeg maar, van een hele solide manier van bewegen. En op zich hoeven we daar niet allergisch voor te zijn. Hè. Ik denk dat het zelfs wel goed is dat je gewoon weet wat je aan het doen bent. Dus als je het met vuile handschoentjes aanpakt, dat je het wel de juiste manier aanpakt, zeg maar. Met vuile handschoentjes kom je niet door die kracht heen als iemand stevig staat. Oké, hoppai. Dus kie komt niet, zeg maar. Alsof het hier begint en dan begint het hier sterk te worden. Kie moet echt vanuit die, dus het hele universum samengebald zit in je centrum en vanuit daar, dan komt kie uit, zeg maar. En niet alleen dit is helemaal leeg, maar dan zie je hier begint de kie te doen. Dit is helemaal leeg. Vanuit het centrum komt dat. Niet opeens. Niet alleen een onbuigbare arm zonder lichaam, zeg maar. Nee, die is onbuigbaar. Oh, ik val wel om. Dat is gek. Alles komt daar vandaan, zeg maar. En zelfs als je het niet meer zo fysiek doet,
Dus nog steeds, die intentie is, het komt echt vanuit mijn zin, maar vanuit mijn ziel gewoon, het diepste van mezelf ga ik daar naartoe, zeg maar. Ja, maar het is misschien ook wel goed om het ook gewoon fysiek te voelen. Anders kan het best wel gewoon, ja. Dan is je voorstellingsvermogen nog niet voldoende, maar stel je iets voor, eigenlijk is het onvoldoende. Als ik het goed zou testen, zou ik die alarm gewoon kunnen buigen. Dat het niet echt vanuit de kern komt, zeg maar. Het volledig bewegen. Mm. Is ook een bepaalde uitdaging. Mm. Dat er toch ook versnipperde aandacht is staat. En onbewust hoor, ik ben er nog echt niet goed bezig, maar toch niet 100%. Mm-hmm. Dat vraagt ook echt ook niet. Ja. En dan denk je dat het handig is om niet, zeg maar, onverdeelde aandacht te krijgen, maar vooral vanuit het centrum. Ja. Dan gaat vanzelf dat weg, dan splijt die gedachte, komt de kier erin. Ja. Dus dan gaat het niet helemaal vol is, dan net de C die zich terugtrekt, trekt dan ook gedachten van alles erin, zeg maar. De kier van de ander. En toe, hier ook naar voren toe. Als ik contact maak met iemand, is niet zo dat ik naar hem toe zag. Ik ga naar jou toe en dan komt er iets terug, zeg maar. Nou, niet zo van, ik ga naar je toe, maar eigenlijk zuiver ik het naar mij toe, zeg maar. Ja. Het gewoon even is het voet en het wordt weer even. Dan kan er volgens mij zijn gedachten mee zijn. Maar ik weet het niet. Ja. Ik vond het wel mooi, toch? Ja. Ja. Nee, het gaat vooral om de ervaring. Als je vandaag een paar keer hebt ervaren hoe krachtig dat is, echt alles van je bovenlichaam zich wortelt in je centrum. En vanuit daar beweeg je, vanuit daar doe je wat, vang je op en maak je de techniek. Dan heb je de essentie ervaren. Dus, ga zitten. Zelfgeest. Ik ben zelfgeest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt.
Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam mij gezondheid heeft. Ook als iets mij tegen zit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegen zit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven, en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven, en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Dat de volledige stap, het voorste been was niet welke in de stap zit. Maar je hebt altijd een aandrijving nodig. En die aandrijving moet naar het gevoel. Het zijn de babystapjes, maar het zaakje is geplant. En het is leuk om daar een soort meer bij stil te staan. Fox, dus een programma over het ontstaan van de kosmos. En eigenlijk ligt dat heel mooi aan, we hebben het steeds over de universele key. Dat het eigenlijk het is geen universele, het is multi-universele key, weet je. Het is nog veel groter, veel omvattender. En dan begrijp je eigenlijk pas in het leggen van zo'n mooie bestel ontstaan, dan een koolstofatoom of zo, energie. En dat het ook zo mooi is dat het steeds andere hele kleine zaadjes zijn. Plant worden die een heel veel omvattend iets. Dus als je de oneindigheid probeert te denken, dan. Ja. En wat was het dan wel lief met wat je nu wegvoerde? Hoe kon dit teruggaan? Is dat het een. Zo'n basisbegin is van. Wat je terug moet gaan van. Oh ja, is het zaadje wat je moet planten? Oh ja, wacht even. Steeds die realisatie opnieuw verwacht even. Dat je steeds opnieuw gewoon moet bedenken van. Ja. Hier sta ik in software ben ik een IPO of software sta ik in de universele ruimte. Kan dat zijn dat je juist elke keer terug gaat naar die wortels die dieper in je bekken groeien? Is dat iets dat ik moet denken? Nou, misschien wel in de hele IPO, misschien is dat dan niet. Dat ik dat probeer te bedenken, dat er elke keer een realisatie is. Wat we opnieuw, het zijn wel heel veel schaakjes geworden die inderdaad. Het is niet één dingetje meer, het zijn heel omvattend dat eigenlijk samen iets moet worden. En dan ga je niet naar iets, maar steeds terug naar het zaadje. Ja, dus precies steeds proberen daar naartoe terug te gaan. Ik kan het niet goed uitleggen, maar hoop, ik zie wel een vlaagjes vormen, weet je wel. Maar... Ja, een gevoel. En de neiging is om hier naar iets te gaan. Ja, en ik denk, oh ja, dus hier is het nog steeds naar die zaadjes, die groeien wel uit. Ja, hier is het ontstaan. Ja, precies. Precies. De Big Bang, ja. En daarvoor is er dus nog meer. Ja. Het is niet de Big Bang, het doet daarvoor. Het gaat nog verder terug. Ja. Ik kwam dichter bij mijn centrum. Minder in mijn schouders. Dan kwamen ze soms te verschijnen weer. Ja, maar dat. Fysiek ook. Ja, het heeft toch wat lager, wat kleiner. Vaar ik daar. Soms, ja, toch is een ervaring, dus het wordt sterker en ook steeds meer met die stokoefening. Steeds meer stilte. Ja. Nou, is het om het fysiek hier te kunnen houden of daar steeds naartoe te gaan, zodat we terug te zijn naar het zaaien en het begin, het oneindige. Dat is echt je houvast.
je kan je niet anders in balans brengen. Dat is onmogelijk. Daarvoor kan je heel snel dit doen. Maar als je hier naartoe gaat, dan kom je altijd in balans. Maar niet uit waar je naartoe gaat. Als je probeert te corrigeren met hier wat extra en hier wat minder, dat is minder sterk dan dat naar het centrum. Ik blijf gewoon naar het centrum. Als ik uit het centrum ga. Centrum. Ja. Allemaal bewegen, maar dit blijft het centrum. Het maakt niet uit of het nou hier is of hier. Dit hangt er gewoon bij. Dus dat is de wijze taal. Dat zit er gewoon bij. De poten zitten aan alle kanten. Twee bij één. Centrum. De rest gaat gewoon mee. Als je denkt van hé, mijn benen moeten wat gaan verzetten en dan gaat het. Hier is mijn centrum. Hier. Mijn lichaam verschuift wel, maar mijn centrum blijft steeds in het midden. Ja, maar ik heb het ervaren dat alleen ik word vrij. Daardoor word ik harder gezet. De kracht die de aarde heeft. Maar daardoor komt er gelijk hier ook. We willen dan echt om dat onderscheid te maken. Dan verlies ik hier. Ik vond het echt uitdagend om het daadwerkelijk te behouden. Varen wel, dat lukt er wel, maar behouden, dat is een moeilijkheidsgraad voor mij. Is dat? Ja. Mooi dat je dat dan denkt voor jezelf. Ja, precies. Nu sla ik ja, precies. Het ziet er wel leuk uit. Je merkt net aan deze vraag. Ja. Terug naar de essentie, naar de baan, naar het online. Constant en dat aanwezig laten zijn. Voor mij ook een uitdaging. Gestreden is het gewoon de hele tijd. Voel ik een beetje jojo binnenin. Een beetje, ja, dan komt er weer wat trigger van buiten. Het is constant dat je die frequentie die helpt zich. Het zou verademing zijn. Altijd zo verstandig zou kunnen. Nou, want het is, dit is niet zo erg. Als je maar wel hier aan vast zit. Die steeds hij wordt in het dagelijks leven eigenlijk. Ja. Ik probeer het ook met sleutelen, pak ik gewoon pak iets en dat zit nu vast. Ga ik dat proberen, dat gewoon met mijn lichaam. En dan, dan lukt het wel soms. Dan probeer ik zo een beetje, als je niets te doen hebt, dan ga je dat proberen. Kantjes zoeken en dat soort dingen. Ja. Alleen is het gelijk. Ja, precies. Zoals puppies. Van die hamer die hoek. Het is een uitdaging, echt een grote uitdaging. Ja, nou ja, gelukkig hebben we elk moment. Dus, ja, dat gaat gewoon door. We hebben elk moment in het leven, dus op dit moment. Elk moment ook nog goed. Dus laten we vanuit het diepste van ons wezen, misschien nog dieper, en alles nog daarvoor ligt, oneindige diepte, met daar onze dankbaarheid. Ja, dat is goed.